Killing Fields of Amsterdam, presented by Steve Brown, the notorious so-called drug lord of the Amsterdam Noir. Theft, smuggling, rip-offs, betrayal, revenge, murder. Steve Brown is one of the few people that still lives to tell you the true story. Drugs, gambling, prostitution. Take a glimpse into the mind of the man that knew both killers and victims in over 40 homicide cases in the Amsterdam underworld. Kroongetuige Steve Brown bracht de macht in Hoogland voor de moord op Bruinsma achter de tralies. Brown also escaped an attempt on his life by a professional Balkan assassin. In de jaren 80 en 90 kan je zeggen dat de bakermat of Killing Fields of Amsterdam op de Amsterdamse Wallen is ontstaan. Turkse en Joegoslavische maffia, de Hollandse Pannozen en God mag weten wie nog meer, hadden hier vrij spel. Oh, wat mooi! In een vat zoals dit is André geëindigd na een helse martelpraktijk en vervolgens de pomp ingepleurd. Ik run in die tijd met mijn Chinese vrienden het knoert van een illegaal casino. Prostitutie was eigenlijk maar een bijzaak. Uiteraard met toestemming van de Amsterdamse politie Noir. Bestselling crime author Steve Brown, once owner of the infamous government-subsidized coffee shops The Happy Family, knew all the notorious gangsters from that time and beyond. Zonder problemen tonen de Thaise autoriteiten het stoffelijk overschot. Deze keer overleefde Mieren met het niet. Een man liep zijn kantoor binnen, zei wat en schoot hem door het hoofd. This is the forbidden story of corruption, organized crime, vicious notorious murders and treason in Amsterdam on the highest scale. The facts of the underworld that the Dutch government never wants you to know. The Killing Fields of Amsterdam will expose the shocking truth behind the Amsterdam underworld. Presented by Steve Brown.